De opsporing van gewezen president en hoofdverdachte in de decembermoordenzaak, Desiree Delano Bouterse, heeft de aandacht van de regering. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei dit gisteren bij de ondertekening en uitwisseling van documenten over de samenwerking tussen Suriname en de VSA-regering in zaken International Narcotics Control and Law Enforcement en de Aerial Interception Assistance Agreement. De bewindsman stelt dat het belangrijk is dat het vonnis dat Bouterse heeft gekregen wordt uitgevoerd. Aanzien van meneer Bouterse, uiteraard heeft dat de aandacht van de regering. Minister Amokje zal meer in detail voor zover mogelijk daarop reageren. Maar voor ons is het wel belangrijk, als we leven in een rechtsstaat, dat vonnissen worden uitgevoerd. Dus in dat opzicht... Meneer Bouterse is veroordeeld en zal zich dat moeten uitzetten. Uiteraard houden we rekening met de omstandigheden. Justitieminister Kenneth Amoksi geeft aan dat er inspanningen op nationaal niveau worden gepleegd om informatie te vergaren over waar Bouterse zich zou kunnen ophouden. Hij benadrukt dat de procedures om het vonnis tot uitvoer te brengen zijn doorlopen door het Openbaar Ministerie.